De pijn van een extravert, eindeloos op zoek naar connecties, om een leegte te vullen die onvulbaar is. Het op te vullen gat werd groter na de eerste uitbraak. Scholen dicht, bubbels nul, eenzaamheid 10. Drie weken in quarantaine, drie weken lockdown, zeiden ze. Dat overleef ik wel, denk ik. Week 1. Het alleen zijn zorgt onverwachts voor rust. De leegte wordt ook schijnbaar gevuld door schoolboeken en deadlines. Week 2 was meer van hetzelfde. Week 3. Zus, haar leegte werd niet gevuld. Opname in psychiatrie. Onze lieve vrouwen achter het station. Week 4. De lockdown wordt verlengd. De eenzaamheid wordt groter. Het leven gaat trager. Gedachten worden leger. En zo wordt ook de leegte weer gevoeld. De tijd voelt bijna ontastbaar. Ik sluit mijn ogen en wanneer ik ze open, is het 18 juli, 22 uur 15. Een onbewust weten, een grote angst over woekeringen, wringend vanuit de aarde naar de buitenlucht. Harten bonzen, wielen draaien, deuren open en dicht, lichten uit tot ze weer aangaan, een schreeuw, één slag in blik, de wereld breekt een oerinstinct, de touwen rond haar nek, als koorden uit de hemel, die haar lichaam verlossen van de zwaarte van het leven. Geen verwonding, niets leegte, het gat wordt dieper. Mijn zus is weg. Weken gaan voorbij, terwijl minuten uren lijken te duren zonder haar. Bubbels 15. Eenzaamheid 100.